Laten we het hebben over horoscopen en dating. Van tijd tot tijd is er een vraag die steeds terugkomt. En die vraag is: Tim, hou jij in je methodiek ook rekening met horoscopen? Tim, in hoeverre denk je dat een man zijn sterrenbeeld belangrijk is voor of hij een goede match is bij mij? En van tijd tot tijd hoor ik verhalen van vrouwen die mannen volledig afkeuren op basis van het verkeerde sterrenbeeld. Nou, in deze video wil ik daar kort op ingaan, hoe ik daarover denk, of ik het belangrijk vind wat voor horoscoop een man heeft. En of het belangrijk is om rekening te houden met sterrenbeelden, antecedenten of andere bijzondere hemellichaamsposities op de dag van de geboorte van jouw potentiële partner. In het kort, dit is hoe ik erover denk. Ik vind horoscopen, persoonlijk geloof ik er niet in. Maar dat vind ik ook helemaal niet zo interessant en dat vind ik ook helemaal niet zo belangrijk. Ik weet wel dat heel veel mensen er wel in geloven, dat heel veel mensen er heel veel waarde uit halen. Of die vinden dat geloven in dat soort dingen, dat een toegevoegde waarde heeft aan hun leven en wat dan ook. En dat respecteer ik en dat gun ik je van harte. Maar wat ik je niet gun is dit. Het is al zo moeilijk om iemand te vinden die bij je past. Om een man te vinden die bij je past, die geschikt is voor jou, wiens karakter matcht met jouw karakter en die dan ook nog jou net zo leuk vindt als jij dat hem leuk vindt. Dat is ontzettend moeilijk. Iedere vrijgezelle vrouw die niet toevallig de mazzel heeft de ware automatisch tegen het lijf te lopen, die kan hiervan getuigen hoe moeilijk het is om iemand te vinden. En wat ik zo zonde vind is dat ik soms zie dat vrouwen nu met horoscopen het nog moeilijker voor zichzelf maken door een hele grote groep mannen af te schrijven op basis van hun geboortedatum. Want laten we heel eerlijk zijn. Als wij iemand zien die op basis van bijvoorbeeld huidskleur. Stel, die zegt iemand die met een bepaalde huidskleur geboren is, is een minder goed persoon. Heeft een minder leuk karakter of heeft een verkeerd karakter, wat dan ook. Oftewel, iemand die oordeelt over iemands karakter op basis van huidskleur. Dan zeggen we allemaal, ja, hallo, dat is niet aardig. Die persoon is geboren met die huidskleur. Daar kan die persoon niks aan doen. Die persoon heeft daar nooit voor gekozen. Dat is heel vreemd. Dat is een heel onaardig ding om te doen. En daarnaast is het ook nog zo dat ondanks dat, stel je gaat zo ver dat je zegt van nou, ja, ik heb het dan niet over de huidskleur, maar ik heb het over de cultuur of wat dan ook. Zelfs iemand die uit een totaal andere cultuur komt, daar kan je ook niet zomaar over oordelen. Want iedere persoon is anders en de opvoeding is anders en je maakt van alles mee in je leven en je wordt gevormd door de gebeurtenissen in je leven. We hebben allemaal gebeurtenissen die ons vormen terwijl we opgroeien. Iedereen snapt dat je dat niet doet. Of althans, ieder leuk, normaal nadenkend mens begrijpt dat. En wat ik dan niet goed snap, is dat je wel durft te oordelen op basis van de geboortedatum. Wat ook niet iets is wat iemand heeft gekozen. Iemand is gewoon geboren op die dag. Ik heb niet uitgekozen op welke dag ik ben geboren. Of althans, niet bewust in ieder geval. En daarnaast zijn er heel veel mensen op dezelfde dag geboren als ik, die een totaal ander leven hebben gehad, die totaal anders zijn gevormd, die totaal andere personen zijn geworden. Dus om simpelweg iemand af te schrijven op basis van zijn karakter is, denk ik, niet aardig. Het is eigenlijk een soort behoefte om mensen in hokjes te stoppen, waarvan ik me inderdaad afvraag of het echt zo vriendelijk en zo aardig en zo leuk is. En daarnaast denk ik dat je jezelf ongelooflijk tekort doet als je mannen afschrijft op basis van hun horoscopen, geboortedatum of dat soort dingen. Dus dat is in het kort hoe ik erover denk. Als je gelooft in horoscopen, ik ben een van leven en laat leven, geloof er alsjeblieft in, geniet ervan. Maar kijk uit dat je jezelf en anderen niet tekort doet door iemand te beoordelen op basis van hun geboortedatum. Oftewel iets wat ze totaal niet kunnen doen. Als je wil weten wat een betere manier is om te vinden wie de ware is, ga dan naar mannengeheim.nl, meld je aan voor het mannengeheim. Abonneer je op dit kanaal, ik geef wekelijks tips en trucs. En als je deze video leuk vond, druk dan op de vind ik leuk knop. Als je het niet leuk vond, doe dan gewoon niks. Of druk op de vind ik niet leuk knop, mag ook. En dan zie ik je de volgende keer.